we schuiven alweer bij jou aan. En dat is niet zonder reden. Want iedereen wil natuurlijk maar één ding weten. Gaan we in augustus in het nieuwe stadion spelen? De meest gestelde vraag. En terecht en ook logisch. Ik kan niet anders daarop antwoorden dan dat die kans verschrikkelijk groot is. Alle partijen die daarbij betrokken zijn, die hebben daar op dit moment alles op gericht. Dat geldt voor de bouwer van wijnen. En misschien wat allerbelangrijkste is, partijen die erin zijn de installateurs. We hebben de financiering op orde. We kunnen nu rekeningen betalen. We hebben opdrachten gegeven. Dus er wordt nu volle bak gewerkt. Maar een heel spannend traject blijft natuurlijk zeker. Als je het in percentages zou moeten uitdrukken, hoe groot is de kans dat we na de zomer in het Kooistadion spelen? Dat is een gevaarlijke vraag die je stelt. Die kans is verschrikkelijk groot. Maar laat ik hem omdraaien, hij is niet 100%. Dus hij is heel groot. Iedereen werkt eraan. Iedereen gaat daarvoor om in augustus een eerste thuiswedstrijd te kunnen spelen. Maar we zullen altijd in scenario's moeten blijven denken. Wat als er wat gebeurt waardoor het niet kan? En wat dat is, weet ik niet. Of dat planning is of andere zaken die spelen. Dus we zullen altijd nog andere scenario's blijven uitwerken, zodat we nooit verrast kunnen worden. Maar we gaan natuurlijk uit van een positief scenario. Maar ook in dat geval zullen bij de eerste wedstrijden nog wel wat concessies moeten worden gedaan, toch? Ja, dat kan niet anders. Dat stadion is niet klaar in augustus. Het is hooguit klaar om te voetballen. En om iedereen, supporters en sponsors, veilig te kunnen ontvangen en een wedstrijd te laten kijken. Maar als je kijkt naar horeca of kijkt naar toiletvoorzieningen of kijkt naar alles eromheen, dan zullen we daar nog wel tijdelijke voorzieningen hebben om alles in goede banen te leiden. Op het moment dat de wedstrijd gespeeld is, dan zal de bouw ook daarna weer verder gaan. Dus we zitten echt nog wel in een overgangsperiode. Maar dat is niet anders. Als we al wel kunnen genieten van het nieuwe stadion, daar al wel met z'n allen wedstrijden kunnen kijken, dan is dat al ongelooflijk veel waard. In alle gevallen gaan we komend seizoen verhuizen naar een geweldig nieuw stadion. Waar kijk jij persoonlijk het meest naar uit? Ja, het gaat niet om mij persoonlijk, maar je mag de vraag stellen. Ik heb volgens mij al vaker gezegd, ik denk als je op de tribune zit en er gaat voor het eerst een ballenzak open en er gaan ballen over het veld rollen en lopen daar spelers. En of dat dan bij een training is of een wedstrijd, ik vermoed een training. Ja, dan ben je daar waar je voor naartoe gaat. Dat is voor het voetbal, want dat is waar we het voor doen. Dus de eerste balomwenteling op het veld, ik denk dat mijn, daar leef ik naartoe. En eerst hebben we natuurlijk ook nog het afscheid van het huidige Cambuurstadion. Kun je iets meer vertellen over wat er allemaal wordt georganiseerd rondom de laatste wedstrijd? Ja, dat is natuurlijk een bijzonder moment. We vliegen de laatste wedstrijd tegen Helmond op 10 mei aan als de laatste competitiewedstrijd. Dat moeten we ook doen. En daar worden natuurlijk tal van festiviteiten rondom die wedstrijd georganiseerd. Dat zal ook de komende dagen gecommuniceerd gaan worden aan de achterban. Los van dat iedereen dat ook zo zal voelen als de laatste wedstrijd, voor het laatste de gang naar het Cambuurstadion maken en om je heen kijken en genieten van toch de unieke sfeer in dit stadion die we jarenlang met z'n allen beleefd hebben. Eén ding kan ik wel weggeven, we hebben een voorbeeld. We hebben bij de wedstrijd tegen Helmond alle kampioenen uitgenodigd. Alle spelers die kampioen zijn geworden met Cambuur de afgelopen decennia. En daar heeft zich een mooie groep aangemeld waar we na afloop van de wedstrijd een eerdere ronde mee gaan lopen. En daar wordt natuurlijk een heel programma omheen gebouwd met festiviteiten, waaronder heel veel muziek en feest. Dat belooft dus een grandioze avond te worden, waarbij het wel belangrijk is dat er niks wordt meegenomen of gesloopt, heb ik begrepen. Ja, dat is zeker heel belangrijk. Met name omdat het nieuwe stadion niet klaar is. Dus ook dit stadion zal altijd nog een noodscenario blijven. En we gaan hier sowieso de voorbereiding starten. Met onder 21. Onder 21 zal hier gaan trainen, wedstrijden spelen. 1 blijft hier zijn dag starten, zeker in aanloop. Dus we gaan dit stadion, dit prachtige oude stadion, nog volop gebruiken. Ook komende zomer en de maanden daarna. Dus het is wel van belang dat we dat ook goed kunnen blijven doen. Het is wel goed om te vermelden dat het wel een weekend georganiseerd wordt in september, waarin we echt afscheid gaan nemen van dit stadion. Waarin je nog eens een keer alle ruimtes kan bekijken, op de tribune kan zitten, foto's kan maken en niet onbelangrijk ook bijvoorbeeld je eigen stoeltje kan gaan bemachtigen. Want dat is natuurlijk een grote wens van veel supporters en dat is hartstikke logisch. Dus dat moeten we nu niet doen naar Helmond. Daar komt nog ruim de tijd voor in een weekend in september. En daar zal ook tijdig over gecommuniceerd gaan worden. Dus het is echt heel belangrijk om dit mooie stadion nog even intact te laten. Duidelijk verhaal, denk ik. Het gaat dus een historische zomer worden. Ja, dat wordt het sowieso. En een
een overgang naar een nieuw stadion, zeker op een andere plek, dat is al historisch. Daar zullen we met z'n allen de kop bij moeten houden en het blijft heel spannend. En we zullen ook alle aandacht voor het voetbal moeten hebben, want ook het voetbal moet komend seizoen beter dan dit seizoen. Dus er komen ongelooflijk belangrijke maanden aan voor de organisatie, waar iedereen, supporters, sponsors, vrijwilligers, medewerkers bij betrokken zijn. Dus gas erop met z'n allen.